Ja, ik weet inmiddels al wie dit keepershirt of dit thuisshirt gewonnen heeft. Ik weet het al. En jullie ook zometeen, want ik maak het bekend in deze vlog. Kijken dus, vlog aflevering nummer 3 alweer. Let's go! Voordat ik jullie meeneem naar het lotje trekken, wie de winnaars zijn geworden van die wedstrijdshirt van Helmond Sport. Komen er ook andere items naar voren natuurlijk in deze vlog. Zo blik ik terug op afgelopen vrijdag een spectaculaire wedstrijd hier in het, Solar Unie Stadion in Helmond tegen FC Twente. Blik ik daarmee terug met onze hoofdtrainer Robbie Alphen. En blik ik vooruit op aanstaande vrijdag Jong PSV uit. En daarnaast heb ik ook in en outs rondom die wedstrijd. En ik begrijp natuurlijk dat jullie nu snel doorspoelen naar het lotje trekmoment. Begrijp ik helemaal, zal ik ook doen. Maar de echte Helmond Sport supporters, wel deze vlog gewoon helemaal checken. Met erin het interview met Robbie Alphen. En de in en outs rondom Jong PSV Helmond Sport aanstaande vrijdag. Dus in de keukenkampioendivisie. Robbie, ga je eerst een hand geven? Ik heb genoten vrijdag. Oké. Okay. Heerlijk. Ja, dat is wel heel lang geleden. Ben je jarig geweest? Nee, daarom. Dat is best een maand geleden. Oké. Okay. Nee, voor de wedstrijd afgelopen vrijdag. Ik heb genoten. Een beademing. Ik denk dat het voor heel veel, ik denk bijna alle Helmond Sport supporters, gewoon echt een beademing was. Om dit weer eindelijk eens na een hele lange tijd te zien. Kun je je eigenlijk voorstellen? Of hoe? Nou, ik heb het gemerkt. En ik moet zeggen dat ik zelf zaterdagmiddag ergens een ander gevoel kreeg. Ik had een beetje een katterig gevoel dat we niet wonnen, maar dat het een gelijk spel werd. Maar na de wedstrijd heb ik verschillende mensen gesproken en ik hoorde inderdaad wel, ik kreeg van iedereen positieve geluiden en ook wel dat het best wel diep zat. Ja, dat het een tijd lang niet gelukt is of niet leuk was of weet ik veel. Hè. Ik ben daar niet bij geweest. Ik wil er ook niet over oordelen, hè, over wat er gebeurd is. Maar in ieder geval, ik had wel het gevoel dat die jongens een hele hoop mensen voor eventjes blij hadden gemaakt. En dat is wel mooi. Maar proefde jij dat ook op de bank? Qua sfeer op een gegeven moment? Dat we eigenlijk een beetje begon te leven? Dat het weer... Nee, zeker. Er zijn best veel mensen die mij zeiden toen ik toen bekend werd dat ik hierheen ging. Ja, dat is een leuk clubje en er is wel fanatiek en er zit wel publiek en alles wat kleiner, maar wel fanatiek. Mm. Dus ja, dit was eigenlijk het eerste moment voor mij dat ik het überhaupt kon merken. Hè. Ik vond best de eerste wedstrijd Dordrecht dat er best wel uitsupporters mee waren. Dat was mooi. Maar nu echt in je eigen huis, zeg maar. Kreeg je eigenlijk een bevestiging op wat de mensen zeiden? Al ja, best wel leuk. Ja, maar het was ook zo. Twente nam natuurlijk ook mee, dat maakt het leuker. Maar het was ook gewoon, qua sfeer en beleving, was het een mooie avond waarin iedereen erachter ging staan. En waarin je ook af en toe als je naar voren ging het gevoel kreeg dat de supporters mee naar voren gingen, mm-hmm. zeg maar. Weet je, dus... Als speler kan je daarvan in een soort flow terechtkomen die maakt dat je kan blijven gaan, zeg maar. Mm. Dus in dat opzicht was allemaal een mooie avond. En toen mijn katterige gevoel weg was zaterdagmiddag, toen had ik datzelfde gevoel ook wel. Oké, want ja, het is, even kijken, je maakte in de 89e minuut 2-1. En ik was er aan juichen, ik was echt helemaal door het dolle heen, ik had geen stem meer over. Ik was gewoon juichen. Het juichen was in ieder geval bijna, lag aan de andere kant alleen. Mijn telefoon lag ook bijna aan de andere kant. Van gewoon even, ja, die woede en de teleurstelling even. Ja, dan kan ik ook even begrijpen van, oh, dan zakt even de grond even onder je vandaan. Ik denk ook vooral even bij Stijn. Ja, nou, dat is het vervelendst. Ja, super jongen. Fouten worden gemaakt. Als je iets doet, maak je fouten. Als je geen fouten maakt, dan ben je niet druk genoeg, vind ik. Fouten horen bij de sport, dus ook bij voetbal en ook soms bij een keeper. En hij is wel heel zuur. De flow waar we in zaten, het moment waarop die fout gemaakt wordt, maar dan nog steeds fouten blijf je maken. Dus dat kan je nooit iemand kwalijk nemen. Nee, tuurlijk. En bij keeper is het, hè, als hij eenmaal een fout is, ja. Is het vaak fataal inderdaad. Ja. Maar goed, voorafgaand had je denk ik ervoor getekend, 2-2. Achteraf is het misschien... Ik vind voorafgaand voor een uitslag tekenen of voor een... Weet je, voor een overwinning teken ik altijd, maar waarom, weet je, vooraf is nog niks duidelijk. Dus waarom zou ik vooraf voor een punt, ook niet tegen Twente, als de wedstrijd zo loopt. Kijk, tegen Dordrecht kan ik zeggen, als ik na een uur een handtekening onder één punt had kunnen zetten, had ik het gedaan. Okay. Tegen Twente niet. Nee, oké. Okay. Nee, dat kan, ja, dat is ook een tactiek. Ook niet na een uur, ook niet voor de wedstrijd. Nee, omdat er wel andere spelers daarna interviews hadden gegeven die zeiden, als je 2-2 Twente voorafgaand had ik ervoor getekend. Maar nu achteraf,
is het zuur zo in de laatste minuten. Laatste minuten. Nou, dat is waar, maar ik vooraf heb dat niet. Oké. Nee. Nou, ook een mooie instelling, een mooie insteek. Nou, Twente thuis 2-2, prachtig. Wat je al aangaf vorige week, ik wil dat er weer een vonk komt, dat er weer passie, belevenis. Nou, dat heb je perfect ook overgebracht op de groep, want het kwam eruit. Ja, dat doen die jongens. Weet je, dat, als die wedstrijd begint, heb ik er niks meer mee te maken eigenlijk. Nee, maar jij moet het wel. Dat doen die gasten. Jij moet die groep wel stimuleren om, hey. Ja, maar ze hebben die drijf. Geloof me, dat zit. Het zit in deze groep. We moeten met z'n allen zorgen dat het erin blijft zitten. Maar het zit er wel in. Een hechte groep, want je zag al bij de 2-1 die ontlading. Iedereen naar de bank. En ja, dat vond ik het mooiste moment van de wedstrijd. Dat met z'n allen. En Bart op de een of andere manier spontaan of niet spontaan naar de bank loopt naar zijn goal. En dat iedereen erop vliegt. En ja, dat is een. Ja, geweldig moment wat je met z'n allen, hè, na 7, 8 weken met z'n allen intensief samenwerken, dat even zo vieren, dat was heel mooi. Mooi. Ja. Ja. Je ziet er denk ik ook wel een groei in het bepalendje. Dordrecht uit hadden we het vorige week al over, verdedigend stond het aardig, alleen te weinig gecreëerd. Vorige week denk ik, ja, in ieder geval veel meer gecreëerd, maar ook vooral vaak vanuit de counter, dat jullie heel snel en rap goed uitkwamen. Daar train je ook heel veel op, hè? Want ook vandaag weer was het vaak te zien. Uit de counter, dan je ook stuurde, hup, gas erop. Ja, in voetbal heb je gewoon vier, vanuit de voetbalcursus zeg maar, je hebt vier hoofdmomenten. Dat is het balbezit, dus het aanvallen en balverlies, dus verdedigen. Dat zijn er twee. Mm-hmm. Maar omschakelen van balbezit naar balverlies en van balverlies naar balbezit, ja, die zijn net zo belangrijk. Dus je probeert in een week alle vier de hoofdmomenten mee te nemen in bepaalde trainingen. Ze moeten in ieder geval elke week moeten ze dat allemaal weer opgefrist krijgen, zodat ze, als ze de wedstrijd ingaan, dat ze die principes in de hoofd hebben zitten en vandaag inderdaad. Dat een beetje automatisch gaat, dat erin in de slepen zit. Gewoon, ja, inderdaad volledige reflex en automatisme worden. Ja. Oké, okay. Heel goed. Was er ook even een opstootje in de blessuretijd? Ja, ik hou ervan. Ja, dat vinden jullie allemaal mooi. Heerlijk, hè? Ja, echt. Ja, dat is genieten. Dat vind ik mooi. Ja. Ik denk dat 9 van de 10 die hier dan op de tribune zitten, het heerlijk vinden. Dat is ook iets wat we gemist hebben. Gewoon eventjes met z'n allen erop. Het enige wat ik er mooi aan kijk, voor mij hoeft het niet. Want als we dat wekelijks hebben, dan kom je niet altijd zonder kaarten vanaf. Okay, hè? Nee. Dus dan gaan er ook rode kaarten. Dus ik heb het liever niet. Ik heb wel van de mensen ook begrepen dat ze dat allemaal geweldig vonden. Ja. Dus je staat niet alleen. Maar wat ik er wel mooi aan vond, is als het dan toch gebeurt, dan maar met de hele ploeg. Ja, dan met z'n allen. En stond niemand van ons alleen in ieder geval. Heerlijk. Heel veel gasten samen die er voor elkaar stonden. Ja. Nou ja, dat is dan weer een tweede momentje na dat ene juichmoment, waarin het in ieder geval wel een ploeg is. En dat is wel mooi. Nou, mooi om te zien, inderdaad. Dan gaan we aanstaande vrijdag uit, Jong PSV. Vandaag op de training ontbraken er twee spelers, Bart Meijers en Virgil Zelderust. Geblesseerd? Of hoe? Ja, die zijn gisteren. We hadden gisteren een pittige training en die vielen een beetje net voor het eind vielen die geblesseerd weg bij de enkel. En dat is twijfel, ik weet het echt niet. Morgen kijken, het was vandaag al wat beter. Morgen kijken of ze weer een grote stap vooruit hebben gemaakt en of ze wel of niet in de groep kunnen. We gaan vandaag de dag bekijken. Ik hoop het wel, maar aan de andere kant, als het niet zo is, biedt dat kansen voor andere spelers. En dat is ook mooi. Ja, zo wordt dus het ook. We gaan het zien, ja. Kortom, ja. Niet al te ernstig, maar het is gewoon een vraagteken voor aanstaande vrijdag, omdat het zo'n kort dag is. Ja, nou ja, precies. Weet je, als het heel ernstig is, kan je nu al zeggen, die gaan niet spelen. Hè? Maar het is gisteren gebeurd, nu twijfel, dus dat is niet iets van weken. Maar inderdaad, omdat het kort dag is, moeten we even een slag om naar hem houden. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, Jong PSV uit dan, op de hertgang. Als ik jouw mening vraag over belofte elftallen, over de belofte elftallen in de keukenkampioen divisie. Heb je daar ook een bepaalde mening over? Qua. Kijk, in heel veel andere landen doen ze hetzelfde. Ja. Dus in dat opzicht vind ik het prima. Hè? Die jonge talenten van ons, want bij PSV en bij Ajax, en daar zitten nou helemaal echt talenten. Bij AZ zitten grote talenten. Die komen onder meer weerstand. En vooral fysiek meer weerstand. Dat vind ik heel goed. Wat ik van andere seizoenen minder vond, hè, dan van de buitenkant daarna kijkend, is dat die elftallen zo verschrikkelijk konden verschillen. Je kon tegen 6 man
van de A-selectie van Ajax komen. En je kon ook tegen spelers komen die bij Ajax A2 af en toe mee mochten doen. Dat proberen ze uit te bannen, de KNVB, door meer regels dit seizoen op te leggen. Hè, over... tot 23 mogen ze... Tot 23. En ouder niet. Nee, maar ook niet. Zit je bij de A-selectie, dan mag je niet in dat weekend ook nog bij Jong, spelen. Dus daardoor krijg je wel dat je tegen vastere elftallen komt. Nou ja, uitstekend. Dat je wordt aangeschaafd. Ja, en de KNVB probeert het ook zo goed mogelijk op te lossen. En, okay. Ik denk wel dat dit een stap vooruit is in eerlijkheid. Want, want anders krijg je, en niet dat die topclubs dat expres doen, maar je krijgt toch een vorm van competitievervalsing. Ja, ik kan het begrijpen. Dus ja, dat ze erbij zijn vind ik prima. Want ik las deze week toevallig een interview van Joey van den Berg bij NEC. Die speelde afgelopen maandag uit bij Jong Utrecht. En die zei echt, het is om te huilen. Want je komt in een lege galgenwaard binnen, wat normaal natuurlijk een sfeervol stadion is. Ja, er zitten een paar ouders op de tribune en wat vrienden en familieleden. Hij zei ook al, je proeft totaal geen wedstrijddruk of sfeer. En het is bijna alsof je echt op een maandagavond ook zelf als belofte staat te voetballen. Omdat die, en dat ze, hij zei ook van, dan, moet je, dan zeggen ze van, ja, je bent een prof en je moet jezelf ervoor opladen. Maar hij zei ook, mentaal is het best wel moeilijk om je eigen dan op te laden in zo'n wedstrijd. Kan je eigenlijk daar iets bij voorstellen? Ja, alles. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Het is ook een bekend gegeven als je een speler die al 150 wedstrijden in de Eredivisie heeft gespeeld. En die stuurde je vroeg een keer mee met de tweede elftal op maandagavond. Ja, dan bracht hij 70% van wat hij normaal brengt. En, als je jong bent, vind je alles nog mooi. Dus als je voor het eerst met trainer mee mag doen, vind je dat fantastisch. Die jongens van Utrecht, die zitten in tweede en die moeten tegen NEC. En NEC wordt gezien als een soort eredivisieploeg. Mm-hmm. Dus die zijn wel gebrand, weet je? Die hoef je niet op te peppen. Maar Joey, met weet ik 350 wedstrijden buitenland gezeten, alles gezien. En die moet, en ik heb gekeken, volgens mij 916 of 961 supporters zaten er in de galgenwaard. Waar er meer dan 20.000 ingaan. Ja, dan kan je iedereen persoonlijk verstaan als ze wat roepen van de tribune. En ja, dat geeft een ambiance. Dat lijkt wel een spookstad. Dus ik snap wel, dan moet het volledig uit jezelf komen. Mm-hmm. Ja, dat gaat op een gegeven moment gewoon heel lastig zijn. Ja, dat begrijp ik. Van den Berg ook, een oudere generatie ook nog wel. Die is nog gewend om te spelen ook tegen Haarlem en zo. Hij zei, liever dan 16 ploegen dan die belofte elftal erbij, wat totaal geen... Ja, ik snap het. Dat snap ik wel. Aan de andere kant, weet je... Kijk, Jong Utrecht zou niet in het stadion moeten spelen. He, als je een kleinere ambiance met 1000 mensen, een amateurveld, is het wel oké. Okay. Maar ja, omdat NEC dan weer risico is, moet het in het stadion. Ja. Maar als wij naar Utrecht moeten, spelen we niet in het stadion. Nee. Nou, dan is het gewoon een prima wedstrijd. Dus dat heeft ook nog te maken met hoe groot de club is die komt. Dan is veiligheid in het stadion. Maar ik snap Joey wel, absoluut. Oké, okay, want Jong PSV uit, twee vraagtekens van Zelderus en Bart Meijers. Heb je daar al een backup voor? Stel, ja, tuurlijk. Die staat al klaar. Dus eigenlijk heb je eigenlijk al een opstelling in je hoofd, maar het is even afwachten van die twee en anders... Ja, nu heb ik er drie in mijn hoofd, hè. Als alles fit is, dus als die twee erbij zijn. En als de een er niet bij is en als de ander er niet bij is, maar dat zit er al allemaal in. Ja, dat zit er allemaal in. Oké, okay. Dan hadden we ook de bekerloting deze week, Fortuna thuis, tevreden? Ja, weet je, ik vind het altijd lastig zo'n loting. Ik ben blij dat we thuis spelen en ik vind het wel, volgens mij is het ook de omgeving en zo, dat doet wel wat. Hè? Daar voel ik natuurlijk minder bij, omdat ik niet uit deze regio kom, maar dat doet in ieder geval wat. Aan de andere kant, Ajax loopt een tweede klasse. Nou, dat had ik ook niet echt gevonden. Eerst naar een tweede klasse, een ronde verder en dan, weet je. Dus voor alles is wat te zeggen. In ieder geval, wat ik wel kan zeggen, we hebben een mooi wedstrijdje. Ja. En ook een wedstrijd, kijk, zij zijn Eredivisie, maar we zijn ook niet kansloos. Dus in dat opzicht vind ik het wel leuk. Ja. Ja. Nee, wat had ik liever gehad. Ik had liever een topclub meteen gehad. Kijk, weet je wat het is bij ons? Wij zijn volgens mij al 3 of 4 jaar achter elkaar door een amateurclub uitgeschakeld. Dan heb je zoiets van, hé, we loten een amateurclub. Nou, dat kan nu in ieder geval niet gebeuren. Nee. In de eerste ronde. Nee. We moeten niet in de amateur. Nee, omdat je net aangaf van, een tweede klasse had ik ook niet erg gevonden. Maar ja, dat is ook nog niet altijd de zekerheid dat je dan... Ja, maar jullie moeten een beetje van die gedachte af. Ja. Dat zit nu diep. We moeten vooruit. Ja, dat zit nu heel diep. Ja. Ja. Dat is echt, mijn therapie loopt nog, dus Robby, ik ga je bedanken. Ja, oké. Okay. Graag gedaan, jij ook. Ja, vanuit, even kijken, Chef van den Broek, als ik het goed zeg, Chef van den Broek Skybox hier
in een stadion pak ik ook even meteen de in- en outs erbij rondom de wedstrijd. Aanstaande vrijdag Jong PSV tegen Helmond Sport. Er geldt voortaan een nieuwe regel qua belofte elftallen in de keukenkampioen divisie. In ieder geval een regel wat al verbetering heeft op de jaren daarvoor. Spelers ouder dan 23 mogen niet meer meespelen bij de beloftes van dus Jong PSV, Jong Ajax, Jong AZ en Jong FC Utrecht. Maar los daarvan, ja, staan er nog altijd wel spelers van kwaliteit natuurlijk op het veld. Ook onder de 23. Ook bij PSV bijvoorbeeld. Romero, de man van 10 miljoen euro. Die is volgens mij nog pas 18 of 19, als ik het goed heb. Als hij vrijdag meedoet, weet ik niet. Ik denk dat het ook gunstig is dat PSV vandaag op woensdag een Champions League wedstrijd speelt. En aanstaande zaterdag weer. Dus dat er intussen staat. Want spelers die al op het wedstrijdformulier staan van PSV 1 mogen ook sowieso al niet meedoen. Met Jong PSV, die regel is er ook bijgekomen. Vorig seizoen verloor Helmond Sport 1 keer en wist ook 1 keer te winnen van Jong PSV. Hier in augustus thuis tegen Jong PSV verloor de ploeg van toen nog trainer Roy Hendriksen met 1-2. Het was Virgil Zelderus wat ons binnen het uur nog wel op 1-0 bracht. Maar in het laatste kwartier ging het toch mis. De Deen Nikolai Laurensen, als ik het goed uitspreek, van PSV wist in de 75e minuut de 1-1 te maken. En in de 88e minuut ook nog de 1-2. Waardoor de 3 punten meegingen naar Eindhoven, naar de hertgang. Later dat seizoen, de eerste competitiewedstrijd na de winterstop, wonnen we uit bij Jong PSV met 1-2. Verret, als ik het ook goed uitspreek, wist Jong PSV nog wel op 1-0 te brengen. Maar een fractie van 5 minuten draaide Helmond Sport die 1-0 achterstand om in een 1-2 voorsprong. Via doelpunten van Jordi Thomas in de 65e minuut en Steven Edwards in de 70e minuut. En daarmee nam Helmond Sport de 3 punten juist weer terug mee naar Helmond. En nog meer weetjes? Ja, bij Helmond Sport, of bij Jong PSV, sorry, speelt een Helmonder. Een Helmonder die vorig jaar nog tegen Helmond Sport zijn debuut maakte in het betaald voetbal. Dan hebben we het over doelman Mike van der Meulhof, geboren en nog ook altijd woonachtig in Helmond. Is een van de doelmannen van de selectie van Jong PSV. Jong PSV wat overigens 3 punten behaalde. 1 punt is meer op dit moment dan Helmond Sport. Het won de eerste wedstrijd thuis van FC Eindhoven met 2-1. Maar afgelopen vrijdag gingen de Eindhovenaren de beloftes van PSV met 4-1 keihard onderuit in Os bij Top Os. En zullen die mannen natuurlijk ook gebrand zijn om tegen Helmond Sport weer wat neer te gaan zetten. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd daar op de hertgang. Ik ben er ook in ieder geval bij. En ik ben ook benieuwd qua opstelling. Want vandaag was in ieder geval Bart Meijers en Virgil Zelderust, beide doelpuntenmakers van afgelopen vrijdag die wedstrijd tegen Twente, trainden niet mee. Hadden allebei last van een lichte blessure. En zijn dus een vraagteken voor aanstaande vrijdag. En hopelijk herstellen ze zich snel en ja, zijn ze er dus hopelijk vrijdag bij. Het is geen ernstige blessure. Het zijn blessures die meevallen. Maar omdat het nog zo kort dag is, is het de vraag van doen ze mee, ja of nee. Ja, aanstaande vrijdag dus. Jong PSV, Helmond Sport. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Het moment is aangebroken. Want we gaan lotjes trekken. Wie het of het thuisshirt heeft gewonnen. Het nieuwe thuisshirt van Helmond Sport. Aangeboden door shirtsponsor Saller. Met nummer 9 Arne Nouts. En wie het prachtige keepershirt gewonnen heeft. Met onze nummer 1 Stijn van Gassel. Ik heb dat vol gedaan. Gewoon via de ouderwetse manier. Alle namen die het gedeeld hebben via de Facebookpagina van mij of van Helmond Sport. Heb ik hier in de grabbelton gedaan. Dat is ook even een goed weetje voor de volgende winactie die wij gaan houden. Deel het bericht. De video, de vlog dus. Of via mijn pagina of die van Helmond Sport. Dus niet via iemand anders die hem al gedeeld hebt. Nee, via die twee pagina's en dan ga je de grabbelbox mee in. Nou, niet te veel lullen. We gaan gewoon lotjes trekken. En we beginnen bij het thuisshirt. Wie, oh wie, heeft het nieuwe thuisshirt van Helmond Sport van dit seizoen gewonnen? Even schudden. En daarna gaan we grabbelen. Wie, oh wie. Trekken gewoon willekeurig iemand uit. En dan kom ik op de naam Peter Verberne. Gefeliciteerd. Jij hebt het thuisshirt van Helmond Sport gewonnen, jongen. Hey, stuur mij even een berichtje. Of stuur Helmond Sport even een berichtje. En dan zorgen wij ervoor dat dit thuisshirt zo snel mogelijk jouw kant op komt.
Gefeliciteerd in ieder geval. En dan gaan we meteen door. Ja, even schudden. En grabbelen maar. En dan komt eruit dat Paul Deutekom het keepershirt van Helmersport heeft gewonnen. Paul, gefeliciteerd jongen. Het shirt komt zo snel mogelijk naar je toe. Stuur mij even een berichtje of Helmersport. En dan komt dit shirt, het keepershirt, direct jouw kant op. Ja, bedankt allemaal voor het meedoen. Er komt heel snel weer een nieuwe leuke winactie. En dan maak jij ook weer kans op die prijs. En ja, voor helaas de mensen die het niet gewonnen hebben. Genoeg kansen komen er nog dit seizoen, jongens. Met hele vette prijzen. Dank jullie wel.